What the fuck is dat? Een nitro creeper. What the... Wow! Oké, die ontploffen wel heel snel. Hallo kijkers van Gaz Games. Hier ben ik weer met een nieuwe video. En zoals jullie zien zijn we weer bij Hexit. We gaan weer lekker verder waar we gebleven waren. En ja mensen, vergeet natuurlijk niet eventjes de server survival te kijken van natuurlijk van vanochtend. Ja, als je dat leuk vindt natuurlijk. In ieder geval, we zijn hier weer bij de Hexit aflevering. En ja, we hebben nu al een aantal dingen gedaan. We hebben een heleboel kastelen gevonden. En weet ik voor allemaal, we hebben een smeltery gebouwd. Die hier ondertussen allemaal gekke bloks aan het geven is. Ik weet niet wat dit nou weer is. Heb ik iets van blokjes bij me? Ja, alleen obsidian. Nou ja, ik pak het er even uit. Even kijken, wat komt er nu uitzetten? Is het nog meer glas? Want ik krijg nu allemaal clear glass blocks. En die heb ik de vorige keer ook al ergens geplaatst. Ik weet niet meer waar die is, maar goed. Maar ja, er zijn natuurlijk nog een heleboel dingen die we kunnen doen. En wat ik trouwens vergeten was, waar mensen mij op wijzen. Ja, hier zit obsidian. En ik moest heel nodig obsidian hebben en overal zoeken naar obsidian, maar... Ondertussen zit hier gewoon obsidian beneden. Dat was ik helemaal vergeten. Sorry. Mensen waren triggerd op mij. Maar ja, dat dus. Wat we wel nog gaan doen... is sowieso een... wat Guido mij vertelde... was een of andere mining hammer. Is dat deze? Nee, dat is geen mining hammer. Hammer? Even kijken. Iets met een hammer, waardoor je... 3x3 weg kon slaan of zoiets. Ik weet niet wat dat is, maar... Is dat dit ding? Is dat wacht, stonebound? Nee. Paper? Arnite? Hebben we niet gewoon een diamond hammer? Kobalt? Brons? Ja, ik denk dat dit het wel is. Of is het diamond sledge? Nee, dat is een wapen. Maar we hebben hier ook allemaal van die patroontjes die we nog moeten maken. Alleen, ik weet niet hoe ik dat doe. Ik weet echt niet hoe ik die krijg. Ja, zodra ik dat weet, kan ik het eventueel doen. Oh shit, nou heb ik mijn pickaxe. Mag ik mijn pickets terugtrekken? Ik wou net zeggen. Wat zit er nu in eigenlijk? Ik heb er echt van alles in gedaan, maar... Oh, nog meer glas. Jezus. Hoeveel glas zit erin? Ik heb ondertussen al 3 van die clear blocks. Maar wat we ook nog kunnen doen... En daar ga ik toch heel even mijn pickaxe ietsjes voor beter maken. We kunnen nog naar de nether toe gaan. Dus ik heb meer obsidian nodig. Even kijken, dan moeten we heel eventjes hier zijn. We moeten heel even mijn pickaxe gaan enchanten. Ja, nou, dit is wel eventjes voldoende. Efficiëntie 3, daar kan ik toch al aardig snel wat dingen mee weghakken. Even kijken, even deze er alvast weer uithalen. Even open, nou, ja, nog meer glas, jezus. Ik had er ook andere spullen in gedaan, maar die komen er voorlopig nog niet uit. Sowieso eerst maar even het redstone circuit slopen, want ik vertrouw het voor geen meter. Dan is het dadelijk zo dat de TNT afgaat, dan heb ik weer een probleem. En daar heb ik geen zin in. Zo, even wat obsidian verzamelen. Dit gaat waarschijnlijk wel snel genoeg. Dan heb ik een blokje. Weet je, ik pak even die TNT. En die flikker ik even hier neer. Zo, dan is dat water ook weg. Hoppakee. En dan hakken we dit eventjes weg. We moeten iets van 10 blokjes hebben natuurlijk. Want dan kunnen we een nether portal gaan bouwen. En dan kunnen we ook de nether nog eens gaan exploren. Want naast die mining hammer en dat soort dingen. Al die figuurtjes trouwens. Ik moet even gaan kijken hoe we die kunnen maken. Want dat is wel belangrijk. Want daarmee kunnen we ook wapens maken. Iets met een cutlass of zoiets. Of, ja, in ieder geval gekke wapens die meer damage doen als de wapens die we vinden. Dus ja, die zullen we ook nog moeten gaan zoeken. Oh, terwijl ik mijn pickaxe weggooi en wel genoeg obsidian hebben ondertussen. Dan lopen we even naar boven. En dan even kijken, halen we die eruit. Komt er een... Nou, nog steeds glas. Jongen, jongen, jongen. Oké, even naar boven. Zo, en waar gaan we de nether portal eigenlijk bouwen? Dat is wel een hele goede vraag. Want we hebben nou niet echt dat je zegt... Heel veel ruimte hier. Ik zet hem lekker op het dak neer. Weet je wat? We doen gewoon niet moeilijk. Hij gaat hier gewoon op het dak. Even kijken. Zo. Dan moet... Oh, wacht. Hier is precies een mooi plekje. Zo. Die hier neerzetten. 1, 2, 3. Oh shit. Dat heb ik niet helemaal lekker gedaan. Nou, dan doen we dit. En dan dit. Zo. 2. Al wat handig die TNT'tjes. Zo, hoppakee. En dan hier nog even. En dan... Tik, tik, en hoppakee. Zo, dan moeten we even vuur gaan maken. Dan moet ik even flint gaan zoeken en iron. Dat moeten we vast wel ergens hebben. Hebben we nog iets van voedsel ook bij ons? Ja hoor, we hebben ook nog iets van voedsel. Mooi. Godsamme.
verplaats ik hier dat blok. Dit stoppen we allemaal alvast weer even terug, want dat hebben we niet nodig. Colt ook. Die kunnen we misschien wel gebruiken. Ik weet niet hoe die werkt, of die überhaupt werkt in de Nether. Daar zullen we nog wel achterkomen. Dit hebben we ook nodig. En die vormpjes. Eerst gaan we dat even opzoeken. Even kijken. Dit heet een pattern. Hexit patterns. Want ik weet dat je met dat tafeltje dus een pattern daarop kan leggen. Even kijken, hoe heten die dingen? We hebben hier blank pattern, we hebben hier echt van alle soorten patterns. Alleen wat moeten we dan hebben? Ik zie tool binding, sword blade. Maar sword blade, wat kun je daarmee maken dan? Ja, daar kun je gewoon alleen een sword mee maken, als ik me niet vergis. Ja, ik weet niet hoe dat precies zit, maar en hoe maak je die dingen überhaupt? Een pen? Nee. Knife? Nee. Board? Nee. Large plate? Ja, wat hebben we? Een hammerhead is dit. Hammerhead. Oké, okay, hier. Maar... Of non-metal hammerheads. Oké. Okay. Nou, ik snap er echt helemaal niks van. Dit moet ik een keer met Guido erbij doen, denk ik. Want ik zie hier van alles staan en ik heb geen flauw idee hoe ik het maak. Of ik zal een video moeten kijken. Wat ik wel weet is hoe we naar de Nether moeten komen. Dus ik ga even kijken of ik hier flint... Ja, flint heb ik en iron hebben we ook. Oké, okay. Even kijken. Dit kunnen we allemaal weggooien. Die clear glass, dat was eigenlijk gewoon voor een oefening. Dus die hebben we helemaal niet nodig. Die button hebben we helemaal niet nodig. Zoveel arrows hebben we niet nodig. Torches kunnen we wel gebruiken. Dus die hou ik lekker even bij me. Die zetten we op de plaats van deze backpack. Zo, die mag dan daar. Oké, okay, even een flint en steel maken. Zo, die zetten we heel even hier neer. Dan gaan we even naar boven. Dan zetten we even de portal aan. Ik weet dat mensen een lelijke portal, want hij mist die hoeken. Maar ja, het is een portal en hij werkt. Zo, deze weer op zijn plaatsje en dan kunnen we hierheen. Ik ben wel benieuwd wat we hier tegen gaan komen. Of we überhaupt gekke shit hier kunnen gaan vinden. Guido zei dat er wel gekke shit waren en andere mobs of zo. Ik weet het niet, dus we gaan kijken. Ik heb in ieder geval een boog voor de guests. Dat is natuurlijk probleem nummer 1, denk ik. Tenminste, ik weet niet... Oh shit! Wat? Oké, ik ga gewoon eventjes een appel eten, want... Ik spawn hier gewoon naast een fucking fortress. Gewoon ernaast. En ga dood, Blaze. Oké, okay, maar... Hier zit gewoon... Een Blaze spawner. What the heck? Ik hoor nog meer... Oh, die is net gespawnd. Zo, hoppakee, neer. Maar what the fuck, mensen. Gewoon een Blaze spawner naast de portal. Alleen, nou moet ik even één ding niet vergeten. Wacht even. Voordat ik iets stoms ga doen. We drukken even op de map. Want dit is heel belangrijk. Oh, wacht. We hebben hier al een stipje staan. Oké, okay, dat is goed dat we hier al een stipje hebben. Want anders waren we dadelijk de shit kwijt. We kunnen hier gewoon naar beneden, denk ik. Oké. Okay. Pigmans zijn niet agressief. Oké. Okay. Dat is tot nu toe alleen nog maar positief. Hier zitten wel van die oors die ik niet moet hakken, volgens mij. What the fuck? Dit is... Uh-oh, hij heeft me gezien. Dat is één dikke spider. Oh, wat? Hij verspreidt zich in allemaal kleintjes. What the fuck? Oké, okay, dood. Zo. Niet nog kleinere spinnetjes, toch? Nee, oké, okay, dan is het goed. En die ook af. Zo. Wauw, het is hier echt... Gigantic, man. Al die gekke dingetjes hier allemaal, zoals die boompjes en die vines of zoiets. En what the fuck, dit is echt een hele andere Nether als dat ik natuurlijk gewend ben. We gaan even naar boven. Ik weet niet of ik hier nog iets tegen kan komen. Ik zie hier wel een gek platform. Ik weet niet wat dat is, maar ik zie hier ook weer een Nether castle. Oké, okay, daar moeten we heen, want... Mijn andere Nether castle is een beetje fucked up. Ik weet wel dat die er zit, maar die zit helemaal onder de lava. We hebben gelukkig fire resistance. Maar en flying stuffs werken hier ook in de Nether, dus daar ben ik heel blij mee. Oké, hier kunnen we erin. Ik ben benieuwd of hier dan ook nog weer andere beesten zitten. Ik hou mijn zwaard in ieder geval bij. Voor als ze close komen, want ja, je weet natuurlijk niet waar ze vandaan gaan komen nu.
En, oké, hier zitten blazers alweer. Oh. Oké, I messed up. Ik schrik me dood. Nee. Ik heb echt een probleem. Ik heb pigments aangevallen. Wat is dit? Wat zijn dit? Green Glow Shroom. Oké, gewoon meenemen. Die zien er wel leuk uit. En die geven licht. Die kan ik op mijn boot plaatsen. Maar, ik hoor een ghast. En ik weet dat pigments agressief zijn. Dus ik heb nu eigenlijk een beetje probleempjes veroorzaakt. We kunnen hier doorheen. Oké, hier zit niks meer. What the fuck, jongen. Dit is weer zo'n typisch netherdolf, jongen. Echt. Achter de trap zat ook niks, volgens mij. Dat liep ook dood. Ja, dat liep ook dood. Oh, moeten we deze kant weer op? Deze kant kwamen we vandaan. Dus dan gaan we deze kant mooi op. Zit hier nog wat? Nee, je loopt ook dood. Wat is het met al die dead ends? Hier loopt ook dood. Deze kant dan maar op. Hier dan naar boven misschien? Oh shit. Hier staat een wither met een wither skeleton met een effect. Dat is creepy. Oké, het zijn er ook gewoon drie. En Oké, die heeft het effect. Gaat neer. Nee, want hij heeft mijn wapen veranderd in een boon. Ga weg. Oh shit, dat doet nog best wel damage, man. Waar is mijn zwaard? Oh, wat? Hij had gewoon... Oh, en ik heb er een kristal bow van gekregen. Damn, dat is wel nice. Heb ik ook een witherhead? Nee, wel een of andere gekke flamestring. We nemen het gewoon mee. Dit gooien we wel weg. Even kijken, die ook. Nou ja, ik moet wel een beetje blokjes bij me houden natuurlijk, maar... What the fuck? Oké, hier kunnen we denk ik weer naar buiten, zie ik. Kunnen we hier naar buiten? Hier staat wel weer een gekke... Een blue glow shroom. Ja, nee, ik wil alleen groene. Zo, oké. Maar dit loopt dus ook weer dood. Even kijken. Misschien... Nee, ook niet. Dan moeten we toch weer deze kant op. Ik zie daar ook weer een blaze. Oh. Ben jij boos nog op mij? Waarschijnlijk niet, maar... Oké, het ziet er niet naar uit. Oeh! Dat scheelt niet veel. Ja, weet je, ik vind jou heel aardig en zo, maar ik wil je toch eigenlijk liever aan de kant ruimen, als ik heel eerlijk ben. Vervelende pikzombies. Oké, we gaan hierheen. Hier zijn we nog niet geweest. En nu begin ik het ook een beetje creep te vinden, want nu gaan de meerdere kanten... in die staat ook weer zo'n... Oh, is die nou dood in één schot? Oh, shit. Oh, dit is weer zo'n fucking freaky spider. Nee, en hij zet me ook gewoon in de fik. No way. Oh, damn. Oh, nee. Ik heb het weer gedaan. En hier is een blaze spanner. Oké, we gaan gewoon deze kant op rennen. Hier zijn heel veel blazers. En hier hebben we weer een pigman. Alles tegelijk. En ik heb een wither effect. Ik ga gewoon nog eventjes zo'n ding eten. Maakt mij het ook uit. Ik ben nog geen chesten tegengekomen. Daar baal ik wel een beetje van. Hier zit... Oké, niks wat we nog niet wisten. Oh, en er wordt met vuur op me geschoten. Jij moet ook dood. Zo. Hebben we al een witherhead? Nee, nog steeds niet. Ja, die dingen zijn natuurlijk super rare, maar... Ja, ik wilde wel eigenlijk eentje hebben. Oké, terwijl we hier even naar beneden gaan springen en... Oh, mokertje veel blazers. Joek allemaal. Oké, daar ging ik bijna in de fik. Deze kant? Nee, deze kant denk ik. Zijn we hier al geweest? Ik weet het niet eens. Oh, blijkbaar niet. Oké, die is dood. Er zit er nog één. Oké, die is ook dood. En nog geen head, verdomme. Ik wil zo'n head hebben. Ik wil er drie. Ik heb wel weer van die flamestrings of zo. Die kan nog weg. Die kan nog weg. Zo, oké, hebben we even wat zooi weer weggedaan. Maar dit loopt ook weer dood. En fucking veel blazes overal. Ga weg. Ik ben ook zo goed met de boog. Waarom raak ik hem niet? Hey, ga neer. Jij ook. Waarom raak ik jou ook niet? Nu wel? Oh, hij is gelijk dood. Mooi. En nou deze kant op slaan, denk ik. Hier zit lava. Hier. Een pikzombie. Die gaan we niet nog een keer aanvallen. We hebben het nou al tot twee keer toe opgefokt.
Hebben we hier nog iets? Nee. Hier kwamen we volgens mij ook vandaan. Hier zo die trap. Dus hier moet ik sowieso niet zijn. En hier liggen wel allemaal XP-bobbeltjes. Die moet ik wel even... What the fuck is dat? Een nitro-creeper. What the... Wow! Oké, die ontploffen wel heel snel. Zijn er nog meer gekke beesten? Ik ben eigenlijk wel benieuwd. En ik heb ook nog niet echt iets van een fortress gevonden. En dit werkt dus niet, helaas. Ik dacht, misschien kan ik hier een beetje met water spelen in plaats van met vuur spelen. Kappa. Maar nee, dat werkt dus niet. Maar zijn er hier nog speciale... Ja, kijk, je hebt natuurlijk het Nether Fortress. Maar heb je dan ook aparte dingen, vraag ik me af. Gewoon custom. Tot nu toe heb ik nog niks gezien. Wel allemaal van die gekke items en zo. En gekke ores. En aparte creepers. En gekke spinnen. Dat heb ik allemaal wel gezien. Daar werd ik alleen niet zo heel vrolijk van. Maar iets als een toren of een kasteel. Een ander kasteel als dat de normale. Dat heb ik nog niet gevonden. En ik weet ook niet of dat er wel in zit natuurlijk. Maar gekke bomen ondersteboven. Ik weet niet wat het allemaal is. Is er eigenlijk hier nog iets geks? Ik durf het haast niet zeggen. Hier is een gekke paddenstoel. Wat? Deze is doorzichtbaar? Wat? Wat krijg ik hiervan? Oh, dit zijn de blue mushrooms dinges. En hier hebben we ook weer van die gekke vines. En hier hebben we ook een groene mushroom. What the fuck? En er is dus ook een paarse. En ik heb nog geen gekke mobs voor de rest gezien. Behalve die creeper en dat andere gekke spinbeest. Hier zijn nog allemaal pigmans. Nou ja, voor de rest zie ik niet heel veel bijzonders. Ik wil wel verder gaan kijken natuurlijk. En dat doe ik dan lekker offscreen. En dan is het voor deze aflevering mooi. Ik wil jullie in ieder geval allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze aflevering. Als jullie het weer leuk vonden, doe natuurlijk dan eventjes een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet even te abonneren als je nieuw bent. En mensen, ik zie jullie weer in de volgende aflevering. Later.